Hier op dit voormalige honkbalterrein moeten de komende weken Porto Cabins verrijzen voor maximaal 600 asielzoekers. Het AZC is hier voor de duur van 5 jaar. Dat is afgesproken met de gemeente. Er staan 2 gebouwen omheen. 1 is van een opslag voor de dierenvoedselbank. En er zit ook een beeldend kunstenaar in. En het andere gebouw bij de entree is van een kringloopwinkel. De mensen die daarin zitten, die hebben te horen gekregen dat ze de komende periode moeten wijken voor dat asielzoekerscentrum. En zijn daar zeer teleurgesteld over. Ik kreeg om 9:45 een telefoontje dat om 11:00 de gemeente zou komen. Nou is er net al iemand van de gemeente geweest. Weet u nou wat er gaat gebeuren? Wat gebeurt er met uw kringloopwinkel? Ze gaan voor me kijken of ze een andere locatie voor me kunnen vinden. U moet hier weg. Er komen dan 600 containers. Voor 600 asielzoekers? Ik weet niet hoeveel dat er zijn. Ik denk meer dan 1 in 1 container, denk ik. Maar dat weet ik niet. U heeft hier hoe lang deze kringloopwinkel? 2,5 jaar. Wat vindt u ervan? Sneu. Sneu voor de mensen ook die hier komen, want er zijn er ook een hoop beetje jongbejaarden, zal ik maar zeggen, die een klein beetje gezelligheid zoeken. En dat gaat dan ook weg. Maar voor uzelf? Voor mezelf vind ik het ook heel erg. Maar als je een andere locatie hebt, dan kan ik er nog wel even overheen, hopelijk. Goeie. Dus u bent daar een klein beetje door gerustgesteld, want u hoorde vanmorgen eerst het nieuws op een andere manier. En toen zag u het even niet meer zitten, volgens mij. Nee, toen zag ik het helemaal niet meer zitten. Toen, en nog niet eigenlijk. Maar dat is even de shock. Ik ben in shock, ja. U zegt, ik zie het nog niet zitten eigenlijk. Waarom? Nee, ik blijf niet hier. Waarom? Martijn Kalstra, wanneer hoorde je dat hier een asielzoekerscentrum komt? Een uur geleden of zo. Ja. Vanmorgen dus? Ja, ja, ja. En wat moet er... je bent hier beeldend kunstenaar, dit is jouw atelier? Dat is mijn woonwerkplek. Ja. Ja. En dat heb je? Hoe huur je dit? Hoe zit de constructie in elkaar? Het is een anti-kraak constructie. Ik huur dit eigenlijk via een antikraakbureau. Dus op die manier. Van het antikraakbureau heb je gehoord dat hier een asielzoekerscentrum komt, maar er zijn ook net mensen geweest van de gemeente. En die hebben eigenlijk gezegd van binnen enkele maanden maximaal moet jij hier weg. Dat heb ik net ook gehoord, ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat verlopen. Wat vind je ervan? Ik vind het op zich goed dat ze op asielzoekers opvangen. Het is menselijk, weet je. Ik bedoel, ik vind het niet leuk dat ik hier weg moet als het zo is. Ik zou het liefst blijven. Ik zou er ook niet zoveel problemen mee hebben of zo. Maar nogmaals, we zien wel hoe het loopt. Je zou er geen problemen mee hebben gehad als hier die 600 of als hier die containers op het veld verschijnen en jij hier gewoon je werk blijft doen. Nee, in principe niet. Ik vraag me wel af of het goed gaat om 600 mensen op een kluitje in Porto Cabins te stoppen. Dat is misschien een andere vraag dan of ik hier blijf of wat ik ervan vind. Of zo. Maar ja, dat vraag ik me wel een beetje af. De wijken hieromheen, de Beverwaard en Bolnes, daarin krijgen de bewoners vandaag een brief met informatie over het asielzoekerscentrum. Morgen is er een informatieavond. De eerste geluiden zijn dat ze zeer boos zijn over de komst van het asielzoekerscentrum.